Zo. Is het voordelig voor de gemeente om dit onderhoudscontract te tekenen? Ja, omdat een aantal vrijwilligers natuurlijk een park gaan onderhouden. En dat park daardoor een hele mooie functie krijgt. En breder dan wanneer wij als gemeente het park zouden hebben onderhouden. De kosten maken we niet. Maar we hebben wel het personeel in dienst. Maar goed, die gaan we op andere plekken inzetten. Martin Mulder, de onder van Doepark De Hagen, presenteerde met een PowerPoint alle onderdelen van het Doepark. En daarna zetten wijkwethouder Jan-Marten van Rees en voorzitter Hans Luttikhuis van Stichting Naturus Almelo hun handtekening op een stuk of 10 A4'tjes waarin alle afspraken voor gebruik en onderhoud van Doepark De Hagen staan. Ik ben tevreden met de overeenkomst. En we hebben er een poosje over moeten onderhandelen met de gemeente. Want dit park is toch wat anders dan een standaardpark van de gemeente. En hier wordt op een andere manier gemaaid. We gaan het op een andere manier beheren. En dat had nog wel wat voeten in de aarde om met de gemeente daar goed uit te komen. Maar dat is gelukt. Ja. Door vrijwilligers is dit initiatief hier gekomen. Daardoor krijgt het park een hele mooie functie richting de stad voor jongeren om ze natuur- en milieu-educatie te geven. Een hele mooie speelplek waar ze elke dag in de week kunnen komen spelen op een natuurlijke manier. Dus niet met allemaal ijzeren speelinstrumenten, maar gewoon met hout en met water en met modder. Dus ze kunnen hier heel erg leuk spelen. Het ligt midden in de stad, dus het is heel toegankelijk voor allerlei mensen. Er is een moestuin waar mensen groenten kunnen verbouwen samen. Dus het is gewoon een heel breed doelpark geworden, waar hoop ik heel veel Almeloers van gaan genieten. Ja, het wordt hopelijk een onderdeel van de beleving van de binnenstad. Als we straks evenementen hebben in de binnenstad en hier ook, dan lopen de mensen vanuit de winkelpromenade hier naar het park en daarna weer terug naar de winkelpromenade. En dat is natuurlijk heel mooi om dan eventjes toch het gevoel te hebben buiten te zijn in een heel erg mooi park.